eerste jaren van je opleiding journalistiek ben je eigenlijk nog voor de krant aan het schrijven. Alsof je 40 jaar voor de krant gaat schrijven. Ik denk in het algemeen ben je als docent, of het nou op een hogeschool is of op een wetenschappelijke opleiding, verplicht om altijd een paar stappen voor de beroepsgroep uit te lopen. Opleidingen moeten enorm hun best doen om ervoor te zorgen dat bij het hele idee wat opkomt dat iedereen journalist kan zijn, dat ze niet heel snel overbodig zullen worden. Want als dat idee echt goed postvat, dan ben je natuurlijk je positie kwijt. Waarom zou je opleiden voor iets dat iedereen sowieso kan worden? Ik was heel recent op een opleiding journalistiek en daar sprak ik met twee docenten. En die vertelden ook dat ze hun eerstejaars helemaal in internet denken en dat ze het nauwelijks meer over kranten hebben, maar altijd over krant en dan .nl erachter. Dus ik zei, goh, wat mooi. Het begint er dus echt wel in te komen. En dat vonden zij toch wel een gekke opmerking, dat ik daar zo luchtig op reageerde. Dat vonden zij niet zo mooi, want die kranten dan toch. En ja, ik weet niet waarom ze dat dan ook precies zeiden, of waarom ze ook zo gespannen reageerden op mijn luchtige opmerking, weet ik ook niet. Maar kennelijk wordt er nog heel erg vastgehouden aan dat het goede journalistiek op papier of op radio en televisie wordt bedreven. En dat is gewoon niet meer zo. Berries, crossmedia, transmedia, bloggen, Twitter, print, schrijvende pers, radio, televisie. Dat is media. Journalistiek is nieuws. Journalistiek is waarheid. Journalistiek is publieke dienstverlening. Journalistiek is ethiek. Journalistiek is, dat is wat journalistiek is. We zullen ontzettend op ons tellen moeten letten. En we zullen enorm moeten blijven inspelen op wat er komt. En dat is natuurlijk heel lastig, want we weten niet goed wat er komt. Dus we zijn het aan het uitvinden met elkaar. Het is een work in progress.